Ja, ik heb meer gewoon activiteiten organiseren voor jongeren. Want dat is zo belangrijk. En natuurlijk wordt gezegd, ja, gezondheid gaat boven alles. Dat is ook zo. Alleen, je hebt ook mentale gezondheid. Ik bedoel, anders ga je kapot aan eenzaamheid. En dat wil je ook niet. Hoe moet de anderhalve meter samenleving eruit zien? Met die insteek ging de gemeente donderdag in de Student Hotel in gesprek met jongeren. Met de bijeenkomst wordt er gehoor gegeven aan de oproep van premier Mark Rutte, die jongeren heeft aangespoord om zelf met ideeën te komen. Ik vind het belangrijk om een mening te geven, vooral nu met zo'n toch wel gevoelig onderwerp, zeg maar. En ik merk hier ook wel, de meningen verschillen heel erg. En ik vind het juist wel leuk om te zien eigenlijk. Het is belangrijk omdat ik zelf, ik heb een moeder en een oma die behoren tot de risicogroep. Die vallen daaronder. En ik wil natuurlijk niet dat ze aangestoken worden met deze virus. En gezelligheid is belangrijk, maar dat kan ook op anderhalf meter, want gezondheid gaat gewoon op één en dat is de belangrijkste voor nu. Ja, het is heel belangrijk. Jongeren laten meedenken van wat moeten we doen de komende weken. Ze zijn nu bijna 10 weken vrij, hè? De meeste jongeren zijn klaar met school, met herexamens. En de meeste kunnen denk ik geen bijbaantje vinden, want ja, er is weinig werk, anderhalve meter, weinig horeca die weinig gasten kunnen ontvangen. In Den Haag hebben we dit vormgegeven door die jongeren met elkaar brainen over wat is er dan te bedenken, zodat het door hun wordt bedacht en kunnen wij het ook voor hun doen. Door middel van een debat en stellingen worden diverse thema's aangekaart. De bijeenkomst werd gestreamd, zodat jongeren thuis ook mee konden kijken en doen. Heb jij zelf al ideeën of oplossingen voorgedragen? Ja, ik heb meer gewoon activiteiten organiseren voor jongeren, want dat is zo belangrijk. En natuurlijk wordt gezegd, ja, gezondheid gaat boven alles, dat is ook zo. Alleen, je hebt ook mentale gezondheid. Ik bedoel, anders ga je kapot aan eenzaamheid en dat wil je ook niet. Je kan genoeg leuke dingen doen op een afstandje, ik noem maar wat, ballen gooien kan je doen, springen, je kan dansen, je kan van alles doen. Je kan toch bewegen, maar dat kan ook gewoon op anderhalve meter. En gaat de gemeente ook daadwerkelijk aan de slag met de ideeën en oplossingen die hier zijn gegeven? Wij zijn dat echt van plan. Wethouder Balster en ik, we gaan over jongeren en welzijn. En we hebben zelfs in het college een plan gebracht. En dit is een van de mogelijkheden om ideeën op te halen. En daarna gaan we het bundelen, maken we een top 5 of een top 10. En dan gaan we weer de jongeren en de jongerenorganisaties die vandaag ook dit hebben mogelijk gemaakt vragen om het voor ons uit te voeren. Zodat het toch een beetje een leuke zomer wordt.